De beelden van Gronekarting worden mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Lelystad, Acer en GoodSign. Ja, nou, we gaan kijken of het is, of het goed zal gaan. Zal het dit keer dan... Ja, we gaan weg. Nou, ben benieuwd. Gaat alles... Ja. Eentje niet, want die moest starten vanaf de... Nummer 40. Joey Wouters krijgt 10 seconden omdat hij inhaalde na de rode lijn. Joey Wouters krijgt 10 strafseconden omdat hij inhaalde na de rode lijn. Nou, dan zien we. Oh, zo twee man tegelijk zeggen bij Van Berlo. Twee man tegelijk, Jagassar. En wie was dat? Jagassar en Kraaienveld. Zo, Kraaienveld aan tweede plek met Van Berlo. Dan Tijmen van der Helm met Mieke Morien op een vijfde plaats. We starten op row 66. Anthony Overbeek op een 7. Dan Stormbroer. Hij inmiddels op een achtste plek met start op 88. Hij zei, ik wil zo graag bij de 10 zitten. Nou, ben benieuwd, want... Hij zit nu al in ieder geval op de achtste plaats. En Storm, oh, daar eentje. Vol ernaast, nog één vol ernaast. Nou, ze zullen gezellig, dames en tweeën. Achterin. Zullen ze even kijken wie dat geweest zullen kunnen en zijn. Dat is de nummer 55 en nummer 43. 55 en 43. Dan spreken we over Job Rapans en Axel Goes. Leroy Jagassar. Jagassar op 1. Jagassar op 1. Clem van Berlo op 2. Dan Kraaienveld toch weer naar 3. Mieke Morien op een vierde plek met start nummer 66. Ik zag hem tot op het allerlaatste moment. Zag ik Morien met zijn regenbanden aan de gang. En ook hij is dan denk ik het laatste moment overgegaan. Wat ik nog niet gezien heb. Clem van Berlo. Van Berlo pakt 51.893. De Max Junioren. En de Max Junioren, daar vinden we ook de sponsor van. Waar we ook heel, heel erg dankbaar voor zijn. Is HPG Agen Hotel. Is de sponsor van de Junioren. Ook Morien. Dan ook degene die met Sliks weggegaan is. Morien dan toch van de regenband af. Daar is Jagassar. Jagassar heeft toch even weer de snelheid te pakken hoor. Van Berlo 51-47 voor Jagassar. Glenn van Berlo tweede. Kraaienveld daar tweede plaats. Met Kraaienveld op een derde plek. Met Mieke Morien op 6. Op 4 met 66. Tijmen van der Helm op 5. Dan Stormbroer in op de zesde plaats. Ik had gisteren met hem afgesproken, wat is het is er ook een mogelijkheid om ergens in de top 5 terecht te komen? Zegt hij, dat vind ik toch wel heel te veel. Dat vond hij wel te veel gevraagd. En Stormbroer heeft dan nu Tijmen van der Helm achter zich. En Tijmen van der Helm dringt flink aan. Of althans, Tijmen van der Helm gaat weer aan Stormbroer voorbij. Stormbroer met startnummer 88. Daar is Tijmen van der Helm nu aan voorbij.
En hij moet weer de meerder in hem erkennen. Lilo Jagenzaar 50-7-9-9. Ook de man van Race Express hier aanwezig om foto's te maken. En we hebben natuurlijk kartfoto.com. We hebben hier ook Michael Mendes. Ze ook een mooie foto's schiet samen met Daan. En hier straks ook weer op het internet te vinden zijn. Achter. Glenn van Berlo met een snelste tijd. 1, 2, 3. Dan Stormbroer op een zesde plaats achter Tijmen van der Helm. Ik weet niet. Dit zijn de twee koplopers in ieder geval. Jagenzaar weer een snellere tijd. Van Berlo wederom sneller dan Jagenzaar. En ja, het tempo begint er weer heel lekker in te zitten. Zeker met een droge baan. Glenn van Berlo 50-0-46. 6,5 minuut achter de rug inmiddels. Dan vinden we Kraaienveld, Pepijn Kraaienveld op een derde plaats. Derde plaats voor Pepijn Kraaienveld. Ook hij rijdt voor Traf Oil en PK Racing. Dat zijn de sponsoren van Kraaienveld. Liro Jagenzaar aan de leiding, maar vijftiende. Vijftiende heeft hij nog. Een voorsprong. Vijftiende op Van Berlo. Jagenzaar uitkomend voor JJ Racing. Dan vinden we Jagenzaar weer met een snellere tijd dan Van Berlo. Van Berlo op 2, hij op 1, 49, 8, 5, 6. Dus de race is niet zomaar gelopen. Ook qua inhalen en ook qua plaats innemen. Kraaienveld draait 50. 4-12 zit nog niet in de 49, de man voor PK Racing. Maar Mika Morin pakt een tijd van 50-1-8-4. En we hebben dan Tijmen van der Helm met de Stormbroer achter zich op een zesde plaats. Dan Senna van Walstein, de man met een enorme hart. Waar ik wel eens van vertelde. Die van Walstein heeft volgens mij een cardioloog achterop zitten. Want zo hard ging dat met hem. Achterin is het Luna Bloem nu met Santamaro 19 op een 20e plek te vinden. En Robin Glerum op 21. Anthony Overbeek op 16. Normaal was hij toch verder voorin te vinden. Anthony Overbeek, dan was het wel toen reed hij op een vijfde plaats. Dat was ook prachtig mogelijk. Overbeek met niet verder dan. Hij kwam vanaf. We gaan eens even kijken. Waar hij vandaan komt. Hij komt vanaf startplaats 5 en naar 15. Hij is 10 plaatsen teruggezakt inmiddels. En Van Berlo, wederom de snelste tijd. Wel 16e achterstand heeft hij nog. Wel 16e heeft hij nog als achterstand. Dat zie ik hier dan. Op Jagenzaar. We zien dan. Emilie de Heus op 12, Loek de Hartog op 13. Dan Joey Wouters op 14 en Anthony Overbeek op een op Rapans. Inmiddels naar 17, Axel van Goes heeft zijn plek ingenomen. Vivian Meij op 18, met David Grimbergen en Luna Bloem. Ja, toch de dame normaal. Met de regen was ze lekker voorin te vinden. Maar ik had begrepen dat ze ook, even kijken, Luna die kon moest weggaan vanaf een
positie 6, zie ik hier. Startpositie 6 moest Luna vandaan gaan. Maar ja, heeft een heleboel redelijk weggegeven. Want dan, ik weet niet of ze het weggegeven heeft, maar in ieder geval zit ze nu 14 plaatsen lager dan daar waar ze vandaan gestart is. Lilor Jagersar aan de leiding, nog steeds. Drie tiende zit er nog maar tussen. Kijk, en het is zo, Van Berlo komt eraan. De man voor Van Berlo bedrijfsvloeren. Met Jagersar voorop, de man uit Zeeland. Met Ram Jagersar. En ook dan laatst een foto zie je dan van een nog wat oudere broer van Leroy. Ik wist niet dat hij ook er nog was, maar dat is de man, geloof ik. Maar ja, Ram Jagersar, de monteur van zijn zoon Leroy. Schitterend mooi wat die gast hier dit jaar laat zien. Hij heeft al, moet ik eigenlijk even ook zeggen, hij heeft wel het pak voor Nederland heeft hij al aan. Nou, dat is misschien een klein voorteken dat je dan zegt bij de junioren of die met dat oranje pak, het Nederland pak dan maar voor te noemen, ooit door Dontje gesponsord. Door Dobla dan wel te verstaan. En we zien, eens even zien, Maureen toch nog op een vierde plek. Met Leroy Jagersar en Glenn van Berlo. Tweede, Clem van Berlo. Drie tiende hebben we nog. Het is een kwestie van even rekenen. Nou, we hebben dan 11,5 minuut op zitten. Dan moet het, zou het in deze rondes moeten gebeuren dat Van Berlo toeslaat. Maar ik denk dat Jagersar... Oh! Nummer 40 ging er daar even langs. 40 hier even een mooie zwaai voor... Hier vlak voor de tribune, Joey Wouters. Nou, zo zit er dan eentje naast. We gaan eens kijken. Leroy Jagersar nog steeds aan de leiding. 12 minuten met Van Berlo op 2. Kraaienveld op 3 en Tijm van der Helmen. Mika Maureen op een vijfde, maar Stormbroer op een zesde plek. Moet dan bij Maureen proberen de aansluiting te vinden met startnummer 88, uitkomend voor Redeker Motorsport. Nou, we gaan het zien, eens kijken. Leroy Jagersar, Van Berlo. Van Berlo houdt in ieder geval toch... lekkere tempo bij van Jagersar. Jagersar legt hier ook een moordend tempo neer. Op het ogenblik. Ook Berlo natuurlijk uiteraard. En dan zien we dat broer, Stormbroer toch moeizaam nog wat, nou toch de aansluiting met Maureen zeker waarschijnlijk niet zal halen. Eerder dat Van Walstein nog aan Stormbroer voorbij zou komen. Zo lijkt het mij. Als ik het mag zien zoals ik het nu zie. We zitten in de allerlaatste fase. Allerlaatste fase. We zitten in 13 minuten. Leroy Jagersar. Jagersar nog steeds aan de leiding. Voor Van Berlo. Van Berlo heeft natuurlijk, wil natuurlijk alles op alles zetten. Maar ja, het gat is wel redelijk hoor, moet ik zeggen. Het is drie tiende. Drie tiende, dat rij je ook niet zomaar 1, 2, 3 dicht. En hij zal toch waarschijnlijk aan de Leroy Jagersar zijn meerdere moeten erkennen. En dan zal hij toch nu moeten toeslaan. Nu, binnen nu en enkele ronden. Want het is nu de aankomende, de laatste ronde die we ingaan. En Jagersar, de man voor JJ Racing,
voor Jacco en Jeffrey. De nieuwe naam voor het team. Aan de leiding. En ook de eerste, de man uit Middelburg. Om helemaal voor alle duidelijkheid uit Zeeland te roepen. Leroy Jagenzar, ook was het mooi vorig jaar zijn vader te zien. Lag even lekker onder die kart te slapen. Nou, hoe je dat voor elkaar gekregen heeft, prachtig. Echt schitterend om te zien. Van Berlo zal genoegen moeten nemen met een tweede plek. Want we zitten in de allerlaatste meters van deze mans. En dan is het Jagenzar 1, Van Berlo 2. Pepijn Kraaienveld ook voor PK Racing en Trev Oil op een derde plaats. Daar zijn ze. Leroy Jagenzar 1, 2 is het Glenn Van Berlo. Pepijn Kraaienveld op een derde plaats.